Pour moi, le rôle d'une fédération, ça va être de justement nous informer de toutes les différentes réglementations qui vont être en cours. Nous pouvons participer et surtout suivre tout ce qui est suivi législatif. Et nous pouvons donc donner notre avis par rapport au secteur et par rapport à l'expérience que nous avons dans le secteur du recyclage. Ik denk dat we daar heel veel nut bij halen uit het volgen van de wetgeving en hulp bij het begrijpen of argumenteren van bepaalde veranderingen, zij het bij de OVAM, de SPW of andere wetgevingen. Dus het is altijd interessant om met meerdere aan tafel te zijn om een samen gemeenschappelijke standpunt te kunnen verdedigen. We vinden het heel belangrijk dat onze sector professioneel op de markt gezet wordt en dat we dankzij de federatie continu mee zijn in de evolutie van wetgeving en evolutie naar materialenbeheer in onze sector. Want er verandert zoveel, er is een echte transitie bezig waar we eigenlijk onze vruchten kunnen nemen. Maar die moeten we wel koesteren en bewust zijn. En dan moeten we, daar is een lidmaatschap denk ik heel belangrijk voor. Il y a toute une partie informelle qui est super importante, surtout après 2 ans de Covid, où l'objectif c'est vraiment de rencontrer les gens, de se parler, de pouvoir rire, pouvoir sourire et d'échanger ensemble sur toute une série de considérations du secteur.